Hi, Steenbok. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 43. Dat is van maandag 21 oktober tot en met zondag 27 oktober. Het is dan de kaartenschut om te kijken wat deze week voor de Steenbok gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof je deze week eigenlijk wel allerlei plannen hebt. En je zet ze misschien wel op papier of je doet er iets mee, maar je hangt het niet aan de grote klok. Je laat het eigenlijk allemaal een beetje rusten. Je gaat kijken wat er nog meer op je af gaat komen. Maar ergens heb je dat voor jezelf allemaal al helemaal uitgedacht. Maar daarom zeg ik, je houdt het echt voor jezelf. Want je wilt eigenlijk nog niet dat andere mensen het weten. Wel heb ik het gevoel dat je bang bent dat er misschien iets niet goed gaat. Of bang bent dat er iets gaat mislukken van wat je doet. Dus daarom lijkt het voor jezelf te houden. Maar ga er vooral met een positieve manier mee om. Hè? Op het moment dat je te bang bent dat het niet gaat lukken of dat je te negatief ergens over gaat denken, kan je het ook op je af gaan roepen dat het juist gaat gebeuren. Verder heb ik het gevoel dat er een situatie is waarin je je helemaal niet prettig voelt. En die situatie zorgt er eigenlijk wel voor dat er een bepaalde stempel op jouw humeur wordt gedrukt deze week. Het is maar van korte duur, hè, maar probeer voor jezelf te kijken wat jij er dan aan kan doen. En misschien is het toch wel te maken dat je eigenlijk normaal gesproken heel graag met allerlei dingen naar buiten treedt. En dat je het nu echt heel erg voor jezelf moet halen. Misschien kan je wel een goede vriend of een goede vriendin daar wel iets over vertellen en voelt het gelijk alweer een stuk rustiger voor je. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.